tunnel en dan zien we het strakke, geconcentreerde gezicht van een van de uitblinkers van het seizoen. De aanvoerder Kukçu en daarachter het hechte collectief dat Feyenoord in het voetbalseizoen 2022-2023 vanaf het begin is geweest. En zij liggen op koers voor de 16e landstitel in de clubgeschiedenis. En om die metafoor maar even door te trekken, het is een kwestie van aanmeren. De touwen vastknopen en dan is dat kampioenschap binnen. Maar dan moeten ze nog wel even langs Go Ahead Eagles. Dat is de nummer 11 van de Eredivisie, Go Ahead. En zij hebben nog een minime kans op plaats 8. De plaats die, zo lijkt het wel, niemand wenst te willen, te bekleden. Maar dan moeten ze voor een stunt gaan zorgen van de buitencategorie vandaag. En er is helemaal niemand in dit stadion die daarmee rekening houdt. Daar zijn ze. En zij genieten dan ook van dat immense spandoek van 11.000 vierkante meter. Bloed, zweet en tranen. Het is op tijd klaar. Het is helemaal uitgerold door het hele stadion. Het is een ongelooflijk stukje huisvlijt geweest. En het lied dat een opmerkelijke revival kende dit seizoen klinkt door de Kuip. En is het bijna een déjà vu met 6 jaar geleden. Zelfde weersomstandigheden, zelfde datum, 14 mei. Toen bij de 15e titel van Feyenoord. Maar de ploeg is natuurlijk helemaal anders. Een ploeg met behoorlijk wat zelfopgeleide spelers in de basis. En met aankopen die eigenlijk vanaf de eerste momenten zijn gaan renderen. De sfeer, dat is wel een groot verschil met 6 jaar geleden. Toen de titel van de opluchting van het smachten. En nu constant, hecht collectief, goed voetbal. Een herkenbaar elftal. Als het over iets meer dan 1,5 uur door Feyenoord tot een goed einde wordt gebracht. Zondagmiddag 14 mei 2023. Feyenoord begonnen aan het kampioensduel. Met Go Ahead als tegenstander. Geen verrassing in beide opstellingen. Parjaal andermaal de voorkeur gekregen boven Jahan Baks. Dat is nog wel eens iets wat boven het elftal hangt. En verder dezelfde namen Trauner ontbreekt. Wallemark al een tijdje er niet bij. Maar voor de rest een fitte selectie bij Arne Slot. Een fitte selectie heeft René Haken niet. Daar ontbreken behoorlijk wat spelers. Stokkers, Lindhorst, Markelo, Oppergaard en Nauber. Hier is Feyenoord voor het eerst dreigend. Terugleggen en de eerste grote kans. Voor Mats Wiever. 6 jaar geleden stond Feyenoord al op 1-0 tegen Heracles. Die bal flirt met de achterlijn. Is er misschien wel helemaal overheen. Lastig te zien. Aanname van Idrissi is goed. Hartman is onderweg. Tandem die zich gevormd heeft aan de linkerkant. Hier is Idrissi. Gaat voor eigen succes. Metertje op 1,5 naast de goal van De Lange. Amova. Liedberg, dat is wat tekort. Zat Szymanski tussen. Toch weer Go Ahead Eagles met Kuipers. En dan moet Bijlo nog opschieten, want die was aan het anticiperen op een voorzet. Had wat meters gepakt natuurlijk. Gemeten vanaf de achterlijn, was op tijd terug. Dit is het moment dat die bal wat effect meekrijgt. En Bijlo uiteindelijk op tijd was. Jiménez. Idrissi. Krijgt hem weer terug van Szymanski. Fijn dat heel wat mensen voor de goal. Idrissi, Kukçu. Blommen gooit zich ervoor. Zo wordt Go Ahead nu wel achteruit gedwongen door Feyenoord. Klein kwartiertje onderweg. Idrissi met de dreiging.
En de combinatie, Idrissi en de openingstreffer. Altijd dreigend, vaak ook grillig, Idrissi. Zijn derde pas van het seizoen, maar wel een hele belangrijke. Want binnen het kwartier staat Feyenoord met 1-0 voor tegen Go Ahead Eagles. In wat de kampioenswedstrijd in een schitterend seizoen moet zijn. Combinatie via de linkerkant, waar nog even moet gekeken of er sprake is van buitenspel. Idrissi lijkt het niet helemaal lekker aan te nemen, maar uiteindelijk weet hij wel onder de doelman door te schuiven. Prachtig balletje van Wiever. En op de lijn is er geen houden meer aan voor Itzes. Er staat Feyenoord met 1-0 voor. Pedersen. Paisao, beweging, Jiménez los. Jiménez, 2-0. Hij kan niet stoppen met het maken van doelpunten. Doet het dus ook. In wat nu wel heel nadrukkelijk de kampioenswedstrijd aan het worden is. Santiago Jiménez. Nog geen 18 minuten onderweg. En langzamerhand kan het allemaal wat uitbundiger. Zeker bij haar, bij mevrouw Jiménez. En een cocktail van emotie. Van vrolijkheid, van spontaniteit, maar vooral van dolle blijdschap. Inspelen, doorbewegen, afronden. Het lijkt een trainingsoefening, maar het is het patroon van de 2-0 van Feyenoord. Prachtig balletje van Paisao en onder grote druk weet hij toch gewoon het doel te vinden, Jiménez. Zijn eerste doelpoging, gelijk binnen. Grote kwaliteit van de Mexicaan. De goalsingel met de reactie op de goal van Jiménez. Amova. Dat is een goede bal weer van Amova. Kuipers. Kuipers snijdt voorlangs. Ze wordt in de rug gelopen. En dan gaat die bal niet op de stip. En daar snapt Kuipers heel weinig van. Ik dacht heel even dat Lindhout haar stip wees. En het is sowieso opvallend dat hij dat niet doet. Maar dan moet natuurlijk wel even gewacht worden nog op de VAR. Pedersen, ja, die tikt hem toch echt aan op de rechtervoet, op de rechter enkel. In het kruisen wordt hij meegenomen door Pedersen, die er niet zoveel aan kan doen. Maar contact is er natuurlijk wel. Maar ze laten het erbij. Klein halfuurtje gespeeld. Rommens heeft een goede trap. Gaat richting de tweede paal. Bijna een eigen doelpunt van Wiever. Hoogst merkwaardig verdedigen natuurlijk dit van Mats Wiever. Goede vrije trap, dat zeker ook. Scherp aangesneden. En dan kan Wiever die bal alle kanten opkoppen. Dan knikt hij bijna in de kruising. En gaat het met Bijlo ook allemaal net goed. Twee momenten in korte tijd dat Feyenoord goed wegkomt. Wiever, Szymanski. Szymanski komt een heel end. Maar uiteindelijk gooien wat spelers van de Eagles zich voor die bal. Paisao draait handig weg. Paisao! Prachtige goal. En een marge van 3. En nu toch echt de ontlading, ook bij de staf, bij de medespelers. Als we een kleine 10 minuten onderweg zijn in de tweede helft, het besef dat het binnen is. Rustig en dan de individuele kwaliteiten bij Paisao, die hem schitterend in de bovenhoek krult. En daar toch los. Arne Slot. Pedersen. Jan Baks. Kukçu. Idrissi. Idrissi zoekt ook maar eens de lange hoek. Zoals Paisao dat een minuut of wat geleden deed. Ik zou het bijna normaal gaan vinden hoe gemakkelijk hij zich heeft aangepast op het middenveld bij Feyenoord in zijn eerste seizoen. Mats Wiever. Kukçu. Kukçu, soepele aanval. En uiteindelijk het puntetje van Jiménez als een echte spits. Heeft hem in ieder geval tussen de palen. De Lange voorkomt een vierde goal.
Alsof hij het bijna niet kan geloven daar op de achtergrond. Stille genieten, Jan Boskamp. Ja, dit zijn voor de spelers die naar de kant worden gehaald misschien niet de leukste wissels. Eerst nog even een wissel bij Go Ahead, waar Liedberg naar de zijlijn rent. En Dario Serra zijn vervanger is. Want je wilde natuurlijk op het veld eindigen zo'n wedstrijd tussen de 50.000 uitzinnigen. Aan de andere kant, je kan het ook uitleggen als een eerbetoon, als een schitterende publiekswissel. En dat is natuurlijk in dit geval zeker zo bij de aftocht van Santiago Jiménez. De Mexicaanse spits die zich geweldig ontwikkeld heeft. De topscorer van de ploeg met 15 doelpunten. En ongelooflijk belangrijk in de laatste maanden. Toen zeker. En daarvoor natuurlijk al met dat cruciale doelpunt tegen Lazio. En een van de meest populaire spelers van allemaal. Idrissi ook naar de kant. Hij opende vanmiddag de score en zorgde ervoor dat de spanning afnam. De spanning die er eventueel nog was, de nervositeit. Weggeschoten in de 15e minuut door Oussama Idrissi. Klaar in de Kuip. Feyenoord is landskampioen voor de 16e keer in de geschiedenis. De beste van het land met volle overtuiging. Een grote voorsprong. Schitterend constant. En de totale emotie bij de aanvoerder. Helemaal leeg. Helemaal op. Maar helemaal voldaan. Orkun Kökçü. En met hem alle anderen. Arne Slot heeft het voor elkaar. Van een grote achterstand van 2 jaar geleden teruggebracht tot 12 punten vorig seizoen. Tot een grote voorsprong dit jaar. De meest constante, maar ook simpelweg het best voetballende elftal van Nederland. Feyenoord in het seizoen 2022-2023. Met een duidelijke signatuur van de eigen opleiding. Met Bijlo, met Geertruida, met Hartman en natuurlijk met Kökçü. Die het voetballen allemaal leerde op Varkenoord, zich verbeterde. Met huurlingen die belangrijk waren. Met aankopen die zich razendsnel ontwikkelden. Hansko, Jiménez, om er maar een paar te noemen. Mats Wiever, Szymanski. En een ongelooflijk fit elftal dat ook. Dat nauwelijks te maken kreeg met blessures. En als er eentje geblesseerd was, dan stond de volgende al klaar. En dus kan nu het feest gevierd worden. Het volksfeest in Rotterdam-Zuid is losgebarsten. Dan zal misschien nog wat dagen aanhouden. Het zijn de momenten zo kort na het eindsignaal van de scheidsrechter dat je van gekkigheid even niet meer weet wat je moet doen. Daar is ook Trauner aangesloten. Oh, zo betrouwbare centrale verdediger. Emotie, zichtbaar. Bij Arne Slot zien we niet vaak. De welgemeende felicitaties van René Haken.